Van harte welkom bij TSC TV met in deze aflevering achtergronden en de samenvatting van de wedstrijd TSC tegen EVV uit Echt. Topklasser TSC uit Tiel is de eerste plaats op de ranglijst kwijt na de 0-2 nederlaag tegen EVV uit Echt. De nummer 1 positie is nu in handen van de huidige kampioen, streekgenoot FC Lienden. Allereerst de opstelling. Van der Sman op doel bij TSC. Takasawa alles kan van D en Vierik in de achterhoede. Op het middenveld van Gessel en Noël Sanaki. En de voorhoede wordt gevormd door Nouri, Bartels, De Wind en Bouzbiba. Dan de opstelling van EVV uit Echt. Verkruisen op doel. Hansen, Gene, Maassen en Bekkers in de achterhoede. Overhof, Simons en Gielen op het middenveld. En Heteban, Evelijn en Schreuders in de voorhoede. TSC werd meteen een paar keer gevaarlijk door de snelle Daoud Bouzbiba. Echte kansen leverden dat echter niet op. EVV bleek een goed op elkaar ingespeelde ploeg die TSC nauwelijks ruimte gaf. Kansen kregen ze niet tot de 30e minuut. Toen kwamen er 3 EVV-aanvallers tegen slechts 2 TSC-verdedigers te staan. De Limburgers speelden dit echter niet goed uit. 3 minuten later kwamen ze door Brian Simons alsnog op voorsprong. Het werd 0-1. Het antwoord had TSC bijna binnen 6 minuten, toen Daoud Bouzbiba met Nouri vrij voor doel zette. Nouri schoot echter precies in de handen van EVV-doelman Michel Verkruijsen. TSC wilde nog voor rust de aansluiting, maar die kwam er niet. In de tweede helft was het TSC wat de klok sloeg. In het begin werd tot 2 maal toe Nehemia Sanaki in stelling gebracht, maar zijn schoten belanden in handen van de doelman of gingen naast het doel. EVV kon in de omschakeling TSC toen nog geen pijn doen. 20 minuten voor het einde bracht TSC-trainer Frits van der Berg 2 verse spelers in. Kurtley De Wind en Ibo Alleskan werden vervangen door Obi Nonjaiki en Sven van Inge. Van Inge posteerde zich meteen in de spits. Echte kansen kreeg TSC echter niet meer. Dames en heren, 2 wissels in het team bij TSC met nummer 6, Ibrahim Alleskan en met nummer 7, Kurtley De Wind zijn vervangen door nummer 14, Sven van Inge en nummer 23, Obi Onyeike. Een kwartier voor tijd counterde EVV middels invaller Remy Joosten naar 0-2 en was de wedstrijd gelopen. TSC liet hiermee een unieke kans liggen om alleen aan de leiding te komen, omdat medekoploper Koninklijke HFC uit Haarlem verloor van Maghreb 90 uit Utrecht. De stand wordt 0-2, doelpuntenmaker voor EVV is nummer 12, Remy Joosten. Leo Bekkers, hoofdtrainer van EVV, 3 punten in de pocket. Ja, en ik denk ook terecht 3 punten in de pocket. Ik denk dat we maar 1 ploeg aanspraak maakten op de overwinning. Dat waren wij vandaag. Ja, TSC maakte er deze wedstrijd niet veel van. Hoe heb jij dat gezien? Ja goed, ik had de wedstrijd vorige week tegen de treffers gezien. En wat mij heel erg verbaasde in die samenvatting, in die hele wedstrijd die ik gezien heb, is dat ze met name heel veel vanuit de eerste lange bal gaan spelen. Dus ze willen snel de bal op de helft van de tegenstander spelen om van daaruit een combinatievoetbal te doen. Nou, dat hebben wij denk ik tactisch goed opgelost. Wij zijn er eigenlijk amper door een probleem gekomen. Waardoor wij eigenlijk denk ik de gevaarlijke ploeg waren de hele wedstrijd. Ja, want als je het goed bekijkt, echte kans heeft TSC niet gehad. Nee, volgens mij heeft TSC in de eerste helft, in de laatste minuut van de eerste helft, volgens mij één schot wat het goed inlopen van de nummer 10 van jullie. Volgens mij was dat de grootste kans die ze gehad hebben eigenlijk. En dat was het eigenlijk. Want ik was onder de rust ook nog niet eens tevreden hoe we het uitspeelden. Want we kregen zo ontzettend veel ruimte om te spelen. En goed, dan moet je het ook uitspelen. Jullie lieten TSC komen. Was dat vooraf ook het plan? Ja goed, doordat hun heel veel met lange ballen speelden, ja, dan heb je al verder weinig andere keus. Dus hun spelen al de bal tot bijna in de 16 meter. De keeper neemt heel vaak de spelervattingen. Die heeft natuurlijk een geweldige trap, maar die legt hem bijna tot op de 16 meter. Ja, dan ben je al gedwongen op de 16 meter te staan. Dat is niet veel keus. Maar goed, daar zijn wij helemaal niet in de problemen gekomen. Geen enkel moment eigenlijk. Het spel van TSC, was TSC onwaardig vandaag?
Ja, goed, als ik de samenvatting van de laatste week heb gezien, zijn ze toch anders gaan spelen dan voor de winter. Voor de winter vond ik het echt de best gecombineerde ploeg waar we tegen gevoetbald hebben. Ondanks dat wij daar heel veel kansen tegen gehad hebben. En ik denk dat ze nu wat meer vanuit de tweede bal aan voetballen zijn. Dus ze heel snel de bal op de helft van de tegenstander willen brengen. En van daaruit druk zetten. Ja goed, dan loop je natuurlijk het risico tot je in de counter loopt. Maar goed, nogmaals, ik vind Tech normaal een fantastisch voetballende ploeg hoor. Maar ze zijn vandaag niet uitgekomen. Frits van den Berg, mag ik het even plat zeggen? Kloten. Ja, heel teleurstellend. Heel teleurstellend. En kijk, dat het niet makkelijk zou worden, dat wisten we echt wel van tevoren. We hebben EVV zeker niet onderschat. En ik kan me nog heel goed de uitwedstrijd herinneren waarin we een gestolen punt hebben gehaald. En uiteindelijk hadden we daar ook dik kunnen verliezen. En deze wedstrijd zoals die vandaag gelopen is, dat was wel de verwachting. En uiteindelijk was het gevaar dat je dan tegen de muur op gaat lopen en uiteindelijk uitgecounterd wordt. En het mooiste... Dus dat is ook gebeurd, ja. Twee aanvallen, twee doelpunten. Ja, nou ja goed, in de eerste helft vond ik het iets minder dan in de tweede helft. Ik vind met name in de tweede helft, kijk, we zijn 35 minuten bijna aan het drukken. En we krijgen één uitval. Zo moeilijk hebben ze het eigenlijk helemaal niet gehad, die mannen uit echt. Nee, goed, maar één uitval en het was 0-2 en de wedstrijd was gespeeld. Ja, dat is heel teleurstellend. En nu naar de volgende wedstrijd. Ja, gewoon de volgende wedstrijd. Wij moeten naar UNA toe gaan werken. En die gaan we tweede paasdag spelen voor de beker. Vervolgens hebben we UNA uit. Maar nogmaals, gaan we die beker serieus nemen trouwens of niet? Nou ja, goed, we gaan die beker wel serieus benaderen. Omdat UNA ook een tegenstander is die wij in de competitie tegen gaan komen. Dus maar die competitie die is het meest belangrijke, toch? Die blijft het meest belangrijke. En UNA uit is voor ons weer een belangrijke competitiewedstrijd. Dus daar hebben we twee weken de tijd voor om naartoe te werken. En uiteindelijk de bekerwedstrijd nemen we wel serieus. Maar wij willen wel iedereen die in de afgelopen weken wat minder heeft gespeeld en die weer fit zijn, die willen we wel speelminuten gaan geven. Dat gaat wel gebeuren. Achteraf gezien, het had zo mooi kunnen zijn als hier binnen afgesloten was. Ja, maar dat is altijd achteraf. Een wedstrijd van tevoren voorspellen is moeilijk. Dat we deze wedstrijd niet zomaar even zouden winnen, dat wisten we echt wel. En dat het uiteindelijk 0-2 is, ja, dat is teleurstellend. Maar als ik gewoon kijk naar de manier van spelen van EVV, tactisch heel sterk, goed verdedigend en heel weinig weggeven, ja, dan kan ik ook nog niet eens zeggen dat het onverdiend is. Sebastiaan van der Sman, toch heel vervelend als we terugkijken nu naar deze wedstrijd. Ja, is jammer. Meer is het niet. hoe is het nou zo gekomen? Misschien een hele rare vraag, maar analyseer eens. Nou, we hebben niet gescoord. Kijk, ik denk dat we 80-90% balbezit hadden, maar ik kreeg de bal er niet in. En, we weten dat het een ploeg is die heel compact speelt en heel goed op de nul kan spelen. En dat hebben ze ook gedaan vandaag. Ja, en hoe langer die wedstrijd vordert en je op 0-0 blijft, sterker nog achter komt te staan, wordt het steeds moeilijker. Ja, daarmee speel je hun in de kaart. Ik denk dat wij de tweede helft prima gespeeld hebben. Een paar keer goed erdoor gekomen, maar net niet scherp genoeg voor de goal. En dan ga je een beetje alles of niet spelen en dan krijg je nog de 2-0 onder oren. Ja, is dat dan een soort kettingreactie dat het steeds maar niet wil lukken? Ja, dat weet ik niet. Ja, het kan ook één keertje goed vallen en dat hij er net wel in vliegt. We hebben toch nog wel wat kantjes gehad. Maar net niet scherp genoeg voor de goal. Maar als hij er wel in vliegt, dan kun je misschien ook de 2, de 3 en de 4-1 maken. Want we hadden wel het speloverwicht. Ja, die twee doelpunten. Vertel. Ja, ik denk bij de counters. Hè. Dus, eerste goal... Fout van ons denk ik dat we balverlies leiden. Zij komen via de zijkant door, terugtrekt bal en hij schiet hem na een beetje een kluts volgens mij rechts van mij erin. En tweede goal, ja, we staan achterin helemaal open. Wij verwerken de bal vanuit achteruit niet goed. Eén steekpaas en hij staat zo open voor me. Dus. Nu UNA uit, altijd lastig. Ja, eerst UNA thuis hè, voor de kwartfinale van de beker. Het is ook een belangrijke pot, want we willen gewoon door in de beker. En dan UNA uit. Iedere wedstrijd is belangrijk. We willen koste wat kost bij de eerste 7 eindigen. En dan moeten we nog wel punten pakken. Ja, en als het even kan als nummer 1, hè? Ja, natuurlijk. Dat wil iedereen. De keeper van EVV. Jij moet een trots man zijn. Ja, ik denk het wel. Hè. Zeker qua resultaat. Als je 2-0 komt winnen bij de koploper, dan moet je gewoon tevreden zijn. Hè. Hey, jij hebt zelf een berenwedstrijd gekiept. Wat is jouw achtergrond? Ja,
ik denk gewoon dat we een goede organisatie hadden. En ik kon rekenen op prima verdedigers. En bij hun ontbrak het in de laatste pas, zal ik zeggen. Ja, wat dat betreft had jullie trainer het tactisch gewoon goed voor elkaar. Moet met een blij gevoel dus naar een echt gaan. Ja, tuurlijk. Zoals ik al zei, bij de koploper winnen geef je sowieso goede moed. En ik denk dat we gewoon nu naar volgende week moeten kijken. En daar komt Una. En die gaan we het ook weer moeilijk maken, denk ik. Jullie doen het eigenlijk best wel goed, hè? Te weinig punten. Ja, ik denk dat het in het begin van het seizoen een beetje tegen zat. Maar goed, we hebben ons de laatste weken herpakt. Met als resultaat dat we bij de treffers zijn gaan winnen, hier gaan winnen. Ja, het zijn mooie resultaten. Ibo, alles kan. Oh, vervelend, hè? Vervelend gevoel. Ja, heel vervelend, heel zuur. Het is een nederlaag na de treffers, een goede overwinning. Deze nederlaag komt dan wel een beetje zuur aan, ja, zeker. Je kunt zelf terugkijken op een goede wedstrijd? Ja, ik denk dat het wel goed ging, moet ik zeggen eigenlijk. Ja, alleen eerst zelf, dan hebben we het moeilijk met hun spelopvattingen, hoe het dat lopende mensen hoe het op moeten pakken en zo. Maar in de tweede helft begin je goed, begin je scherp. Weer wel alles, heb je alles onder controle. Ja, en dan is het zuur dat die 2-0 natuurlijk valt, maar ja. Toch hadden die mannen het gewoon goed staan, want eigenlijk hebben ze weinig kansen weggegeven. Klopt, maar ja, dat wisten ze van tevoren van hun al, dat ze gewoon heel compact bij elkaar spelen. En dat ze twee vaste mensen voorin hebben en die lopende mensen vanuit het middenveld die hebben. Dat wisten ze van tevoren. En dan eerste helft, zoals ik al zei, dan doen ze het wel heel goed. En wij weten er geen raad mee. En tweede helft pakt het weer goed op. En dan zie je dat we hun onder druk houden. Maar dan komen ze toch weer met veel geduld toch weer één keer heel goed eruit en dan scoren ze weer. Nou goed, 2-0 verloren, 6-0. De finale van de competitie komt eraan. Het blijft ongemeen spannend, hè? Absoluut, nog 6 wedstrijden. Ik denk dat wij genoeg kwaliteit hebben om in die 6 wedstrijden genoeg wedstrijden te winnen. Om ons in ieder geval vroegtijdig weer veilig te stellen voor de eerste 7. Misschien zelfs iets meer. Dus, maar ja, we gaan er zeker vol voor. Met die 6 wedstrijden ook een volle overwinning pakken. Ja, en die eerste plek die is er ook nog steeds, hè? Die is er ook nog steeds, ja. Vooral vandaag naar die uitslagen ook weer. Maar goed, we zijn in één plaats gezakt volgens mij. Maar het komt vast goed. Bart Westerlaken onlangs geopereerd. Hoe gaat het met je? Gaat de goede kant op. Nou, 3,5 week ver na de operatie. Deze week voor de eerste keren fysiotherapie gevolgd. En het ziet positief uit. Wat was er nou precies aan de hand? Ik had een wat labrumschade, kaakbeenschade ook in mijn heup. Mee door de vervorming van mijn heupkop. En daar hebben ze nou aangepakt. Dus nu weer een lange periode van herstel. Hoe gaat dat lopen? Zoals het eruit ziet, zal het een half jaar gaan dragen. Het is nu vooral therapie in beweegelijkheid, vertrouwen in mijn spieren, in mijn heup. En 3 keer in de week bij de fysio, 1 keer met de fysio in het water, in het zwembad. Dus echt, ja, begin fysio, zeg maar. Dus dat is een pijnlijk verhaal? Het pijn is wel aanwezig, is logisch. Ik probeer nu om weer in het dagelijks leven weer normaal te kunnen lopen en dan door te pakken naar voetbal gerelateerd, zeg maar. Even naar de wedstrijd, als je zo aan de kant zit, in jouw geval, hoe beleef je dat dan? Ja, frustrerend. Maar de wedstrijd, ik denk dat we voor de eerste helft moeite hadden om met de lopende mensen van de tegenstander, vanuit het middenveld vooral. Krijg je een lullige goal tegen. De tweede helft denk ik dat we stukken beter voetballen. Ook meer als we even willen spelen, combinatie, via de zijkant opkomen. Alleen is er weinig tot geen bezetting voor de goal. En dan mis je gewoon zo'n wedstrijd. Ja, en dan 2 uitvallen, 2 doelpunten. EVV, zo simpel is het dan? Ja, EVV, zoals we weten uit de uitwedstrijd, is gewoon een goede counterploeg. En ja, maar laat wel wezen, daar hebben we gewoon 2 punten gestolen. Hè? Nee, 1 punt. Ja, ik vond dat we daar de eerste helft wel bovenliggende partij waren. En de tweede helft hebben we wel geluk gehad. Ja. Maar goed, we kijken natuurlijk naar voren. Hoe zie jij de rest van het seizoen? Heel positief, we staan er ook positief voor. Ik heb vertrouwen in de ploeg. Zoals we vooral de tweede helft spelen we goed. Alleen dan moet de afronding beter. Maar als we die afronding ook pakken, dan gaan we nog een heel mooi einde beleven, denk ik. Dan de uitslagen van de op 20 maart gespeelde wedstrijden in de topklasse zondag. Sneekwit-Zwart VVSB 0-2. OJC Rosmalen HBS 2-2.
Koninklijke HFC Maghreb 90 0-1, Hercules Una 0-0, TEC EVV 0-2, AFC FC Linde 1-3 en JVC Kuik de treffers 1-0. De stand per 20 maart. FC Linde bovenaan, 42 punten uit 23 gespeelde wedstrijden. TEC speelde 1 wedstrijd minder tot nu toe en heeft 41 punten. Koninklijke HFC vinden we terug op de derde plaats, ook 41 punten. VVSB 40 punten. AFC uit Amsterdam 37 punten. De treffers uit Groesbeek 36 punten. En Una uit Veldhoven 34 punten. En daarmee hekkensluiter van de eerste 7 die volgend jaar deel gaan nemen in de tweede divisie. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op maandag 28 maart. Dat is tweede paasdag. De wedstrijd begint om 2:30. Dan wordt gespeeld TSC tegen Una. Dat is voor de beker. Voor de reguliere competitie wordt gespeeld op 3 april tegen Una in Veldhoven. En op 9 april ontvangt TSC op Sportpark de Lok om 7 uur, dat is op zaterdag, FC Linde, de streekderby. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.